Hi, goeiedag. Ja, we gaan. Moet ik het wel laten zien, natuurlijk. Nagels doen. Ik heb een blok vel. Dat vind ik het fijnste. Wacht even, ik pak even mijn bril erbij. Dan kan ik ook zien wat ik doe, hè? Ik heb. Je ziet het, ribbels op mijn nagel. En dat probeer ik dan glad te vijlen. Ze zijn kort. Ik heb overal van die rippels, zie je dat? Ik weet ook niet hoe dat komt. Ja, wat ik heb gedaan, ik heb van Do Nails heb ik plaknagels gekocht. En ik moet ik zeggen, ik heb hele dunne slappe nagels. Zelfs zo erg dat als je dit te veel velt, dan vel je er doorheen, zeg maar. Ik heb acryl gehad en dat werkt goed bij mij. Maar ik vind dat duur en dan moet je iedere keer erheen en dat is helemaal in een andere plaats en dan moet ik echt een kwartier rijden. Dat vind ik dan lastig. Dat moet ik inplannen en dan voelt het als een verplichting. En ik hou niet van verplichtingen. Nou ja, wie wel, daar kom je niet onderuit natuurlijk als je volwassen bent. Maar ik ga mezelf zeker niet meer verplichtingen opleggen dan dat ik nodig heb, zeg maar. Verplichting heb je natuurlijk altijd. Dat is nou eenmaal zo. Maar nou ja, goed. Ik heb gel gehad op. Maar dat blijft niet zitten bij mij. Nagellak blijft ook slecht zitten. Ik heb nu één hand gedaan. Ik heb van Do Nails een nagelglue gekocht. Ah, dit is met een kwastje. En ik heb. Dit zijn soft gel press-ons. Ze zijn gewoon nepnagels. Maar van soft gel. En dat schijnt. Hou me te goede, want ik heb ook niet overal verstand van. Dat schijnt dan met je nagel een beetje mee te bewegen. Ja. En ze zijn heel mooi. Ik weet niet welke dit zijn. Salon quality in seconds. Maar welke kleur heb ik dan gekocht? Waarom staat dat nergens op welke je hebt gekocht? Nou, even openmaken. Oh. Oké, het zijn hele kleine nageltjes. En dat is prima, want ik heb hele kleine handjes. Dat zou je niet denken. Maar ik heb hele kleine handen. Echt voor de gemiddelde Nederlander klein, klein. En daarbij heb ik ook hele kleine nagels in verhouding. Nagels die lid hebben wel eens tegen mij gezegd: Jeetje, heb jij kleine nagels? Nou ja, dat klopt. Je krijgt dus nagels erbij. Dit zijn grotere voor je duimen waarschijnlijk. En hele kleintjes voor je pink. Nou, die zou ik echt precies passen. Ga ik zo kijken. Dan krijg je van die stickers erbij. Nou, die gaan we nog even niet proberen. Je hebt een nail cleaning pad. Dit is een afdekdingetje. En een stokje. Nou, dit doe ik normaal al nooit. Zo mijn nagelriem terugduwen. Dit is de onderkant van mijn standaard. Dit. Als jullie wat horen trappelen, is dat Anton. Die loopt hier rond.
Lulu is buiten. Anton is net binnen. Ze hebben even lekker buiten gespeeld met z'n tweeën. Dus ik hoop dat hij zo even in slaap valt lekker. We hebben hem best al een tijd hoor. Nu. In oktober is hij geboren. Maar hij moet natuurlijk wel gewoon... Het is nog een pup, hè. Hij is 5 maanden. Ik ben benieuwd hoe groot hij wordt. Ik denk niet dat hij nog veel hoger wordt dan dat hij nu is. Maar het wordt wel een flinke vent, zeg maar. Ik had hier toch ook net een boekje. Even kijken. Toepassen. Natuurlijke nagelfijlen. Nagelgriem voorzichtig terugduwen. Onzichtbare nagelgriem op de nagelaanzet verwijderen. En nageloppervlak opruwen. Nagels schoonmaken met het reinigingsdoekje. Weet je, ik ga precies doen wat ze zeggen. Hè? Want ik ben wat dat betreft echt... Ik ben helemaal niet van de nagels. Ik doe altijd een lakje op. En zelfs dat blijft bij mij niet echt zitten. Ik moet wel zorgen dat ik het jullie blijf laten zien natuurlijk. Oké, stap 4. Oh nee, stap 3 zijn de nagels klaarleggen om mee te... Oh! Kijk, dan krijg je dit. Nou, die is goed, denk ik. Die ook. Dan leggen we ze zo even neer. Ik gooi ze gewoon allemaal even op de tafel. Nee, die is te klein. Die is te groot. Ja. Dus ze kunnen beter te groot zijn dan te klein. Kijk, deze past wel op mijn duim, denk ik. Dit was, en dit is, deze is goed voor mijn middelvinger. Dan deze voor mijn wijsvinger. Ja, hij is iets te groot, eigenlijk. Ja, deze is goed voor mijn wijsvinger. Ja, dit vertrouw ik niet. Ik kan een beetje iets te groot zijn dan te klein, heb ik gehoord. Want dan kunnen ze... Je kan een grote altijd nog veilen. Kijk, dit is veel te groot. Veel te groot. Kijk, deze kun je ook heel makkelijk zien dan. Die buigen mee. Ja, deze is goed voor de duim. Oké. Kies de juiste maat. Dat hebben we gedaan. Die liggen hier. De zelflevende stickers, dat gaan we dan niet doen. Nagellijm. Nagellijm royaal aanbrengen op het kleefoppervlak van de press-on nagel. En de natuurlijke nagel met een dun laagje lijm bestrijken. Oké, maar wat is dan hier... Ja, volgens mij is gewoon de hele nagel. De binnenkant is toch helemaal het kleefoppervlak? Toch? Dus dan heb ik die en dan doe ik die bestrijken. Ja. En dan doen we een laagje. Oh! Echt, ik ben hier zo niet handig in, hè, jongens. Een dun laagje op de nagel. Ja. En dan press on. Nu zit ik vast aan mezelf. En dan ongeveer 60 seconden drukken. Oh.
Dit is hem dan. Dus dan doen we dat nog een keer. Dit is een nagel die ook altijd in tweeën splijt, zeg maar. Dus dan doe je hem erop in een soort 45 graden. En dan drukken. Ja, Anton is in slaap gevallen. Even kijken. Oh, ja, het ziet er wel mooi uit hoor. Mijn vlees zit ook gelijk al vastgeplakt. Goed, we gaan de rest even doen. Oké, ik heb één hand gedaan. Het is echt niet heel veel werk hoor. Ja, je voelt het wel zitten. Je ziet het ook wel een beetje hier, hè, dat het een nepnagel is. Ik heb het idee dat ik deze een beetje scheef heb gedaan. Maar nou, hij loopt wel met mijn nagel mee. Dus nou ja, goed. Wat me tegenvalt hiervan, is dat dit is de extra short versie. Nou, ik vind ze toch best wel lang, zeg maar. Dus ik weet niet wat daar de bedoeling van is. Maar hoe vinden we dit? Ze staan wel mooi en de kleur is ook mooi. Het is een soort taupe, toffee-achtige kleur. In squoffel, dus een beetje vierkant ovaal. Maar ik vind ze nog best lang voor mijn doen. Dus je hebt kans dat dit goed blijft zitten, dat ik ze nog een stukje af ga veilen. Maar goed, nou. Ik vind het jammer dat je het randje meer ziet dat het nep is dan dat ik hoopte eigenlijk. Zie je dat? Hier? Zie je dat? Het kan ook zijn dat ik het gewoon niet goed heb geplakt hoor, maar dat vind ik zonde. Want zo is het heel erg te zien dat het nepnagels zijn. En dat vind ik dan bijvoorbeeld van acryl wel weer minder. Deze zijn van Doenails. Ik vind het zo irritant dat ik dan nergens kan zien welke variant dit is. Maar ik zit wel helemaal onder de lijn. Nou ja, goed. Wel het gevoel dat ze goed vastzitten. Alhoewel. Ja, ik heb wel het gevoel dat ze goed vastzitten. Deze is misschien nog wel het lekkerste, dat kleintje. Nou, ik ga mijn andere hand doen en dan... ik wil van Doenails ook wel dat die dipnails een keer proberen. Laat me weten of jullie dat ook interessant vinden. Of jullie ook dit soort dingen geprobeerd hebben. Hebben jullie acryl? Hebben jullie gel? Hebben jullie nepnagels? Hebben jullie eigen nagels? Doe je überhaupt iets met je nagels? Ik ben wel altijd een beetje van het lakken. Ik heb dan korte nagels, hè, want lange nagels groeien werkt bij mij niet. Dat breekt, dat scheurt, dat doet van alles. Dus ik heb altijd korte nagels. Maar meestal wel met een kleurtje. Dat dus. Deze ga ik proberen op te laten. Zie je, ze zijn een beetje scheef. Maar mijn vingers zijn ook een beetje scheef. Dat geeft verder niet. Ik ga mijn kleine handjes verder afmaken. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye bye.